Ik ben Dirk Vriewoud, ik ben in België de eerste astronaut. In maart van 1992 dan werd ik geselecteerd door NASA om deel te nemen aan een missie van, met de ruimteschuttel Atlantis. Een missie die naam had Atlas. En Atlas had als opdracht het meten van de interactie tussen de zon en de aarde. En meer speciaal de studie van onze atmosfeer en dan vooral van de bestanddelen die een rol spelen voor het probleem van de ozon, maar ook voor het probleem van de opwarming van de aarde. En dat is nog altijd een actueel probleem. Als astronaut weet ik dat de ruimtevaart en sterrenkunde jongeren bijzonder boeit. En toen Jean-Pierre Grootaert mij vroeg om Peter te worden van het project Sterren schitteren voor iedereen, dan heb ik onmiddellijk toegezegd. Omdat het voor mij ook belangrijk is dat jongeren, welke studies ze ook hebben en waar ze ook leven op deze wereld, kunnen genieten van dat unieke schouwspel boven ons in de sterren. En dan een tweede reden is ook dat de jongeren op die manier kunnen belangstelling krijgen voor de basisprincipes van die wereld hier boven ons, voor ruimtevaart en sterrenkunde, wat ook bijzonder boeiend is.